gasten hebben wij Geert-Jan Gussen van MHC, Mixed Hockey Club Goorle. Met hem gaan we praten over de nieuwe privacywet. We hebben Thijs Kemmer aan tafel zitten met een column straks in de rubriek In de Verandering. En we hebben Martin Hartsema van Amnesty International. 50 jaar Amnesty International in Goorle ook, geloof ik. Hè? Nou, dat zijn onze onderwerpen. We zitten aan tafel met Gerard de Grote en Ben Lonen, een techniek van Ad Wouters. En we gaan zoals altijd beginnen met ons rondje. Wat was er nog meer in het nieuws? Eventjes afgezien van onze onderwerpen. Nou, wie gaat starten? Thijs. Mag ik twee onderwerpen noemen? Jawel, mag ook. Nou, de eerste, en daar ben ik toch wel behoorlijk van geschrokken eigenlijk, hoewel we het wel aan zagen komen, is landelijk nieuws, maar natuurlijk ook voor Goorle. Kinderen bewegen niet zo best. En dat gaat elk jaar slechter. En als oud-gymnastiekleraar en oud-onderwijzer doet me dat natuurlijk iets. Bovendien heb ik de laatste jaren zo'n 17 schoolpleinen 14 aan mogen leggen, zodat kinderen op die scholen waar zo'n plein in ieder geval ligt, wat intensiever gaan bewegen. Maar kinderen die minder en slechter bewegen, dat is voor allerlei zaken heel slecht. Voor hun fysieke ontwikkeling natuurlijk. Hè? Want ze moeten leren om flexibel te worden in hun gewrichten. Maar ook in hun... Alles moet ontwikkeld worden eigenlijk bij ze. Hè? Dus heel hun longcapaciteit en hun longontwikkeling, hun hartontwikkeling. Dat moet allemaal in orde zijn. Een ander punt is natuurlijk dat ze de sociale vaardigheden juist in gymnastiek, maar ook in cultuur, worden daarbij behoorlijk ontwikkeld. En zo kan ik nog wel een aantal dingen noemen. Dat is dus niet best. Dat is één. En dat gaat me aan het hart, dat snap je. Het tweede punt is, ik ben afgelopen week geweest bij de opening van Sterk Huis. En dat was eigenlijk een geweldige opening, moet ik zeggen. Waarbij bovendien de directeur, Lian Smits, ook nog officier werd in de Orde van Oranje Nassau. En dat is verrekte hoog, mag je zeggen. Daar kreeg ze overigens niet voor niks. Sterk Huis is niet alleen, en dat is me zo bijgebleven uit alle mooie verhalen die ik daar hoorde, is niet alleen een stevig en mooi gebouw wat we in Goorle hebben staan. Is ook niet alleen bedoeld voor Goorle, dus daarom zei ik al, niet alleen voor onze Goorlese gemeenschap, maar voor de hele regio, sterker nog landelijk en ook internationaal, staan ze behoorlijk op de kaart door het bouwen van een sterk huis. Ook, dus ik zei al, niet alleen fysiek, maar ook in dat huis is er een sterk huis. En ik herinner me een paar mooie opmerkingen van Lian met name. Die sprak over ontschotting. En dat zou in Nederland op heel veel fronten heel erg goed zijn. Als we wat schotten weg zouden halen. En ook in haar aanpak had ze het over. We gaan van individueel en psychologisch naar preventief en collectief. En dat vond ik eigenlijk wel hele mooie begrippen. Want dat betekent eigenlijk dat je mensen die in een, laat ik maar zeggen, een moeilijkere situatie terecht kunnen komen, veel eerder kunt detecteren. He, als een echte detective zou je haast kunnen zeggen, kun je al heel vaak van tevoren aanzien komen waar de problemen zullen kunnen gaan ontstaan, waardoor die mensen eigenlijk, en jongeren dan ook met name, eerder opgevangen zouden kunnen worden. Nou, dat waren twee dingen die echt in het nieuws zijn. Ja. En waar we echt iets mee moeten gaan doen. Het is ons opgevallen, daar gaan we als Goolse kringen gaan we er zeker iets mee doen. We hebben Lian Smits al uitgenodigd. Ik geloof dat ze in juni toegezegd heeft. Eerst flinke vakantie en dan komt ze in juni hier in Goolse kringen. Ik ben niet bij de opening geweest. Ik ben al langs gefietst. Ik zag dat staan, Sterk Huis. Ik meen dat de naamgeving Compaan van de gevel afgehaald is. Betekent het dat Compaan, weet jij dat? Is dat voorbij, die naam? Ja, de namen Compaan en de Bocht is voorbij. Het zal nog wel ergens blijven zweven. En wat mijzelf, maar misschien nog anderen hier aan tafel ook wel aan het hart zal gaan, is dat de naam van de Bocht weg is, want daar ben ik geboren. Compaan was nog niet zo'n oude naam. Compaan was niet zo oud, maar Compaan en de Bocht. Hè? Dus met name de Bocht. Hè? Dus de oude, ja, oude de Bocht, ja, dat is wel een oude naam. Hè? Ja. Compaan is niet zo'n oude naam. Ik hoop niet dat het al te veel geld gekost heeft om weer een nieuwe naam te Nou ja, het is wel een prachtig begrip, vind ik, overigens. Sterk Huis. Sterk Huis is een frappante naam. Hè? Dat is wel een opvallende naam. Overigens, over jouw eerste punt, wou ik nog een opmerking maken, dat buitenspelen.
Daar hebben Fokken en Sukken ook op ingespeeld. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Fokken en Sukken die spelen ook buiten. Maar vinden het wel lastig dat de zon zo in die schermpjes schijnt. Daar hebben we allemaal een beeld bij. Hè? Ja, zeker. Nou, ik sprak pas iemand, een vriendin van haar was in Spanje op vakantie geweest op een camping aan zee, want dat moest. En de kinderen zijn 14 dagen niet in zee geweest. Mm-hmm. Die hadden het te druk met de schermpjes. Juist, dat is. Maar hebben niet geklaagd over de zon. Dus dat valt wel goed mee. Tegenwoordig ook over zombies. Dat zijn zombies met een telefoon. Een zombie. Ja, met een camera. Ja. Nou, een van de problemen ook bij dat te weinig bewegen is dat, en ik zal het er straks in mijn column ook nog wel eventjes over hebben, hoewel dat over een ander onderwerp nog gaat, maar is dat allerlei verbindingen die in je hersenen tot stand moeten komen, die komen juist tot stand wanneer je veel beweegt. Dus door die motoriek echt aan te spreken en je fysiek echt aan te spreken, ontstaan allerlei verbindingen in je hersenen. In je hersenen, precies. En die ontstaan dus niet bij die kinderen. Ja. En, er zijn uitzonderingen op de regel. En dat is echt funest voor onze volgende generatie. Daar gaat de hockeyclub ook het over hebben, denk ik. Absoluut. Maar eerst, Martin, heb jij iets in de rubriek, wat was er nog meer in het nieuws? Nou, in het nieuws was de opkomst van de zonnepaneelparken. En we hebben jarenlang althans de natuurclubs geklaagd tegen de vergrazing van Nederland. Maar nu wordt het vergrazing omgezet in verglazing. Verglazing. En is dat erg? Of je het nou met de Westland, met de glazen stad moet vergelijken. En een omzetting krijgt tot het glazen land, dat weet ik niet. Maar het verbaast me wel. Want als je een foto van Nederland van hoog zou nemen en je ziet hoeveel platte daken er zijn die nog ingevuld kunnen worden, waarom zou je dan het land op gaan? Nou, dat verbaast me. Dat verbaast, ja. Ja, goed. Waarom zou je het land op gaan? Ja, die platte daken. Er staan nog wel eens bomen en schaduwwerking schijnt ook weer heel vervelend te zijn. Ja, maar op fabrieksterreinen heb je daar geen last van, van die bomen. Oh. Nee. Goed, dan verbazen we ons ook. Piet-Jan. Nou, enerzijds het eerbetoon aan chef Hogendoorn. Dat was mooi om te zien en ook te lezen in het Goors Belang. Iets wat ik een beetje nog mis in de media is onze coalitie. Wij zitten zeker ook als hockeyclub heel hard te wachten op een nieuwe coalitie. We willen graag een vierde kunstgrasveld. Maar ja, zolang de coalitie niet rond is, moeten we wachten. En zeker ook het verhaal over de sportende kinderen. We hebben bijna 1000 leden. En met name op zaterdag wordt het gewoon, we hebben een extra veld nodig. Zeker omdat we nog steeds meer aanwas krijgen. Hockeysport is natuurlijk nog steeds wel een groeiende sport. Ook landelijk. En ondanks de grote clubs in de regio hebben we toch als Goorlen nog een hele grote aantrekkingskracht. Dus ja, we zitten met smart te wachten op de kansen voor een vierde veld. Is het belangrijk dat je dat aan kunt leggen al voor het nieuwe seizoen? Graag zelfs. Liefst gisteren. Ja. Maar goed, ook daar. Goed, we zijn natuurlijk afhankelijk van. Nee, maar ik kan me voorstellen met het aantal nieuwe teams die je zou kunnen realiseren dat er dat meer zijn wanneer je een extra veld hebt. Hè? We spelen nu op zaterdag, we beginnen 's ochtends om 9:00. De laatste wedstrijden beginnen om 5:30. Maar hangt dat af van het nieuwe college? Zat het niet al in de pijplijn? Is er nou echt dat je echt zit te wachten? Ja, uiteindelijk hebben we de gemeente waarschijnlijk ook nodig voor een stukje financiering. En op dit moment zijn dat soort discussies liggen gewoon stil. Ligt stil. Ja. Het wordt onderkend dat we een veld nodig hebben. Maar we gaan de haren overeind staan als iets onderkend wordt of meegenomen wordt. Of binnenkort besproken gaat worden. Ja, en het hangt ook een beetje ook nog samen met voetbalclubs die graag extra kunstgras ook willen. Dus het is een hele aanpassing van het sportpark. Ja. En er zijn geen twijfels meer over het kunstgras? Niet bij het hockey. Niet volgens mij, Wim van Heumen kwam ooit terug uit Montreal in 1976 en zei, dat was de toenmalige hockeycoach voor het Nederlands damesteam, en die zei, als de wiedeweerga hier kunstgrasvelden voor het hockey neer gaan leggen, dan loopt ons hockey mijlenver achter. En toen is dat eigenlijk al begonnen. Hè? Dus die kwaliteit van die kunstgras is hartstikke goed.
Ja, absoluut. Ja. Een slijding in het hockey heb ik nog nooit gezien. En dat is een van de discussiepunten bij voetbal. Het kan met de watervelden van tegenwoordig kan het gewoon. Ja. En je ziet het ook gebeuren. Ja. Mensen gaan echt duiken naar ballen tegenwoordig. Dus zover zijn we gewoon nog niet, maar... Ja. Nou, oefenen. Ik heb namelijk iets totaal anders waar we naar uit kunnen kijken. Het Midzomerfestival gaat toch weer lukken, heb ik begrepen. 15, 16, 17 juni. Met een item tribute aan Queen. Dus dat hebben we in onze muziekkeuze maar laten blijken. En dat geeft me ook, gelet op de vorige discussie, een datum van het nieuwe college. Dat wordt onthuld op het Midzomerfestival. Wacht maar af. Want het is heel complex om een college te vangen. Ja. Heel complex. Heel complex. Ik ben er 3 keer bij betrokken geweest. En ik kan me niet herinneren dat het ooit zo lang geduurd heeft. Maar ja, dat was in de jaren 80. Zeg maar, die datum, dat is echt zo? Want dat is nieuws. Groot nieuws. Als je nu begint te zeggen dat het wel half mei zal worden. Dat je eerder gezegd had dat het eind april zou worden. Zeg dan meteen een datum die het echt gaat worden. En dan kunnen we daar naar uitkijken en dan kunnen we de agenda's daarop instellen. En ik zie echt niet wat er moeilijk aan is. Nee, dat had ik al gezegd. Ja. De poppetjes. Nee, ook de poppetjes is niet moeilijk. De keuze is 4 wethouders, 3/4 of 3 wethouders fulltime. En daarvan afgeleid is hoeveel partijen mee mogen doen naar de coalitie. En als je begint met te zeggen de poppetjes doen we op het einde... Ja, dan blijft dat er altijd boven hangen en dan hoop je dat er iemand afhaakt. Ja, dus ik zou dat wat sneller doen. Gevoelig toch? Nee, dat lijkt me ook heel wenselijk dat het sneller gaat. Ik bedoel, niet alleen MAC hangt daar vanaf, maar heel veel dingen. Die heel klein lijken te zijn, maar die steeds weer mensen raken die daarmee te maken hebben. En dat je dan 2-3 maanden zit te wachten en dan moet het college zich gaan voorbereiden. Ja, en dan blijkt het helaas vakantie te zijn. Maar in september gaan we er echt met volle vaart tegenaan. Alleen in de begroting voor 2019 zal dat nog niet blijken. Want daar hebben we geen tijd voor gehad om al onze goede ideeën daarin te verwerken. Maar dat gaan we bij de voorjaarsnota doen. En ja, dan zijn we toch een jaar verder. Ja. En dan denk ik, ja, daar zit je dan als club. Dus even los van of je er nu voor of tegenstander van bent. Ik denk dat jullie gewoon willen weten. Gaat het gebeuren of gaat het niet gebeuren? Absoluut. Punt. Ja. Nou, doe die uitspraak dan. Goed. Ja, ik ben een beetje primitief. Ja. Nee. Zal ik afsluiten? Zal ik afsluiten? Tenzij Ad misschien ook nieuwtjes heeft. Ja. Heb jij nieuwtjes? Nee. Ik constateer de Bohemian Rhapsody die staat er niet op. Oh, oh, oh. Nou. Gerard gaat helpen. Intussen zal ik vertellen wat mij opviel. Het was maar een heel klein berichtje in Goles Belang. Maar Lou van der Pol die exposeert in Galerie de Roos. Ik weet niet of jullie ooit van Galerie de Roos gehoord hebben. Jawel. Het is een mooie galerie in Tilburg weliswaar. Maar als je daar naartoe gaat... Niks mis met Tilburg. Nee, niks mis met Tilburg, want daar exposeren verschillende Goolse kunstenaars. Hebben er al geëxposeerd en blijven dat doen. Dus dat is het Veldhovenring, hè? Veldhovenring, Galerie de Roos. Tot het volgende weekend is haar werk nog te zien. Samen met 4 andere naaldkunstenaressen overwegend. Miniatuurtjes, prachtige werkjes. Heel de moeite waard om te zien. Als je trouwens in die richting ging afgelopen weekend, dan reed je over het festivalterrein van Roodburn. Dat is ook maar wel wat, hè, Roodburn. Krijgt een juichende recensie in NRC Handelsblad vanavond. Maar liefst 5 sterren. Daar heeft Tilburg toch ook wel wat mee in huis, hè, met dat Roodburn Festival. Ja, dus ik wil best ook af en toe naar Tilburg, hoor. Ik denk niet dat je van die muziekstijlen houdt. Nee, het is niet zo. Nee, mijn stijl inderdaad, dat klopt. Hoe weet je dat? Maar er is heel veel anders moois cultuur in Tilburg. Het is hard. Ja, het is hard. Het is hard. Ja. Goed, hiermee sluiten we ons rondje in het nieuws af. En doordat wij een briljante ingeving hadden, gaan wij nu Bohemian Rhapsody van Queen draaien. Gaat dat lukken?
no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. We zijn er weer in. Ah, misschien nog één dingetje even vermelden dat ik vergeten was van wat in het nieuws is. Er wordt tegenwoordig veel over intellectueel eigendom gesproken. Onze uitzendingen gaan altijd YouTube op, ook. Daarom worden ze opgenomen en kun je ze later terugkijken. Ook als je in de uitzending hebt gezeten. Alleen nu worden ze geblokkeerd, omdat wij muziek draaien. En er zit een detector bij YouTube op die controleert of je muziek draait waar rechten op zijn. De rechten zijn betaald. Alleen, helaas, moet je dat dan weer later gaan corrigeren. Dus als u morgen gaat denken, laten wij de uitzending van vanavond terug gaan kijken, zal het waarschijnlijk nog niet lukken. Maar als we geen muziek hadden gedraaid, wel. Dus, dat kan wel, ja. Moeilijke keuzes. Ja. En YouTube moet overtuigd raken dat wij de rechten hebben betaald. Ja, elke week weer opnieuw. Oh ja. Zullen wij dan over de privacy gaan praten? Want laat het heeft hebben, er ook ja. mee te maken. Per 1 mei gaan nieuwe spelregels gelden voor registers die iedereen aanhoudt. En wat daarin staat is nu onderhevig aan wetgeving en aan boetes. Als je je niet aan afgesproken spelregels houdt. En elke vereniging, daar gaat het vanavond wat ons betreft om, heeft daarmee te maken. Vandaar uitnodiging aan een sportvereniging als de Mixed Hockey Club. Leg eens uit wat er op jullie afkomt met zo'n wetgeving. Ja, formeel moeten we dus 25 mei klaar zijn. Dan gaat het echt, het is een Europese wetgeving. Ja.
Dus wat we aan het doen zijn, is onze hele administratie aan het doorlichten. Om te kijken of we voldoen aan allerlei eisen die er nu gesteld worden. Uiteraard als ledenadministratie heb je een aantal NAW-gegevens van je leden. Met e-mailadressen, met geboortedata. En je moet inzichtelijk gaan maken wat je allemaal registreert. En met name wie er allemaal toegang tot heeft. Kijk, vanuit mijn secretarisrol heb ik natuurlijk toegang tot de ledenadministratie. De mensen die de ledenadministratie doen, hebben toegang. De penningmeester heeft toegang. Misschien heeft er wel een commissielid toegang. En zo zijn er, als je dat gaat inventariseren, merk je pas hoeveel mensen er in de loop van de tijd allemaal toegang hebben gekregen. En je moet eigenlijk weer even terug naar een soort nulpunt. En heel duidelijk gaan inventariseren en vastleggen wat je wel en niet kan gaan gebruiken. En je hebt naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum. Nou, dan zul je het ongeveer wel hebben, ja. Of niet? Nou, nee. Jullie hebben jeugdleden, dus ik kan me voorstellen dat je een contactadres moet hebben. Een e-mailadres van de ouders, ja. Bijvoorbeeld. En misschien nog wel een steunadres daarachter voor het geval. Precies, dat, waar gaan we de facturering? Kan misschien weer een ander e-mailadres zijn. Je houdt bij wat hun sporthistorie is. Waar zijn ze begonnen? Welke teams hebben ze doorlopen? Welke teams zitten ze nu? Van wie hebben ze training? Van misschien een wat oudere leden wil je ook aangeven welke trainingen die gegeven heeft. Of nog gaat geven. Wie zijn de vrijwilligers? En waar zijn ze vrijwilliger voor? En wat mogen ze wel doen en wat mogen ze niet doen? En dan valt het bij ons nog mee, want er zijn natuurlijk ook wel plekken waar misschien wel medische gegevens worden opgeslagen over etnische afkomst. Nou, daar hebben wij als hockeyclub natuurlijk weinig mee te maken. Wat wij bijvoorbeeld wel heel graag willen doen, is kijken hoe onze ontwikkeling is. Je ziet met name bij jongens, relatief weinig jongens hockeyen. Zeker ten opzichte van het aantal meisjes en dames die we hebben. Dus je bent er als club mee bezig om meer jongens aan je te binden. Dus je wil eigenlijk wel historische gegevens hebben om te kijken van, zijn we goed bezig, ja of nee? Theoretisch zou je al die gegevens die van een paar jaar oud zijn, die mag je eigenlijk niet meer gebruiken. Of je moet ze echt gaan anonymiseren. Dat staat in de nieuwe wetgeving. Ja, dat staat in de nieuwe wetgeving. Ja. Hoe lang mag je iets bewaren? Volgens mij mogen we maximaal 3 jaar de gegevens bewaren. Financiële gegevens mag je in principe 7 jaar bewaren. Volgens mij zijn de maatregelen 3 jaar. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld ook wel een oud leden in ons systeem zitten. Misschien wel die al overleden zijn. Eigenlijk moet je dat soort gegevens allemaal gaan verwijderen. Nou ja, en als je een reunionistenclub hebt bijvoorbeeld, en je wilt inderdaad na zoveel jaar de mensen nog eens benaderen en kijken of ze het leuk vinden om bij elkaar te komen, dan zou je die gegevens niet meer hebben. Dan heb je die gegevens niet meer, nee. Oh. Ik zie hier een historicus zitten die denkt, ja, doe ik daar onderzoek naar van 100 jaar geleden en hebben ze dat moeten vernietigen, 97 jaar geleden. Ja. Nou, gelukkig staat dat er nog allemaal op papier. Ja, maar dit staat ook allemaal op papier. Maar het maakt niet uit of het papier of digitaal is. Nee, ja, dat is buitengewoon vreemd. Ja. Ja, maar Amnesty heeft er natuurlijk ook mee te maken. Jullie schrijven mensen aan of je geld wil geven. Dat komt ergens vandaan. Ik heb er van het Amnesty nog niets over gehoord. Ja, wij hebben wel, weet je het vast. Wij hebben wel e-mailadressen die wij lokaal gebruiken. En voor de rest heeft Amnesty Nederland natuurlijk meer gegevens. Huisadressen, noem maar op. Maar in hoeverre dat conflictueert, daar heb ik geen idee van. Ik heb er van die kant uit niets over gehoord. Ja. Voor mijn gevoel, als ik het zo beluister, dan kon het wel eens net zo'n fenomeen worden als met de cookies op internet. Dat iedereen er helemaal tureluus van wordt. Kijk, in principe moet ik toestemming vragen aan mijn leden om met ze te mogen communiceren. Ja. Hoe raar het ook is, je wilt natuurlijk je leden een keer een nieuwsbrief sturen of zo. Formeel moeten ze toestemming geven dat we vanuit de club. Kijk, dat je toestemming moet geven aan, er zullen waarschijnlijk ook clubs zijn die misschien wel hun ledenbestand aan een sponsor geven. Die zullen er best bij zijn. Daar hebben wij als hockeyclub van gezegd, dat doen we niet. Dat zijn onze gegevens en dat willen we niet. Dat je daar restricties aan stelt en dat je daar regelgeving voor hebt, prima. Maar dat je inderdaad je eigen leden formeel toestemming moet vragen om zo'n informatiebrief te sturen, gaat heel ver. Zie je goede dingen in die nieuwe wetgeving of zie je alleen maar moeilijke en problematische dingen? Als verantwoordelijk om het binnen de club opgelost te krijgen, zie ik een hoop
Alleen maar ellende. Ellende. Ik denk als persoon zou ik het wel fijn vinden. Wat weet de club allemaal van mij? Wat slaat die club allemaal op? En misschien wil ik dat wel helemaal niet. Dat andere mensen weten dat ik er een half jaar uit ben geweest vanwege een blessure. Al dat soort dingen worden natuurlijk vastgelegd. Ja, is niet een van de dingen dat je... Ja, je denkt er nooit aan om inzage te vragen in je dossier. Maar dat is een van de dingen die je dan wel mag. Daarop word je dan geattendeerd, denk ik. Ja, je mag ik eens even kijken wat jullie allemaal voor mij hebben opgeslagen. Ja, dat moeten we gaan faciliteren. Dat moet je gaan faciliteren, ja. Kijk, nu is het met de huidige apps die er allemaal zijn, kunnen leden al best veel van zichzelf al gewoon wijzigen ook. Maar een hele historie inzien, ja, dan moet je echt wel meer rechten hebben in het systeem dan een gemiddeld lid. Dit kan toch niet de bedoeling van een wetgever zijn? Om verenigingen het leven onmogelijk te maken? Of om ervoor te zorgen dat heel veel bestuurders zeggen van, weet je wat, zoek het lekker uit. Ja, het is de aanscherping van de privacyregels. En dit is dan daar het gevolg van. Ja, ik begrijp wel dat aangescherpt. We hebben natuurlijk Google mee. En we weten ook wat er allemaal met Facebook... hè? Ja. Maar die zijn echt bedoeld om making money. Dat is een vereniging toch niet? Ja, zoek het lekker uit. Maar er zitten hele grote boetes op, hè, als je het niet naleeft. Jawel, maar ik kan me voorstellen dat bestuurders zeggen van... Ik scheid er mij uit als bestuurder. Dat bedoel ik ook. Zo, ja. Dus niet te zoek het lekker uit, overheid. Of ik weet niet wie er achterheen moet gaan. Ja, we zijn een club van de leden. Dus, ja, natuurlijk. We ontkomen er niet aan. Denk ik niet dat de MHC Goorl de eerste club is die de persoonsregistratie zal gaan controleren. Maar uiteindelijk moet ik wel een AVG-bewijs afleveren. Dat we voldoen aan alle regels die er zijn gesteld. En wat is een AVG-bewijs? Ja, wij maken gelukkig gebruik van een tool die door de Hockeybond is aangeraden. En dat heet AVG voor verenigingen. En die hebben een 15-stappenplan. Waarin precies wordt kijken, oké, wat zijn de huidige gegevens die je vastlegt? Wat doe je met die gegevens? Onze gegevens gaan natuurlijk naar de Hockeybond. Vanwege contributies en zo. Nou, daar moet je eigenlijk al vastleggen hoe dat in zijn werk gaat. En dan moet een overeenkomst zijn tussen de club en de leverancier van de ledenadministratiepakket. En weer een overeenkomst met de hockeybond. We leveren ook scheidsrechters. Die moeten examen doen. Ook daar weer moet gegevens worden aangeleverd aan de arbitragecommissie. Nou, daar krijg je verwerkingsovereenkomsten voor. We zullen onze privacy policy moeten aanscherpen, die er officieel niet is. Dus die moet je maken. Scherp maar aan. We hadden het vooraf al even over. Foto's maken van kinderen. Ja. Vorige week hadden we de Koningsspelen van de Bron op de hockeyclub. Binnenkort hebben we het schoolhockeytoernooi. Dan ga je foto's maken. Die vind je leuk om te publiceren, denk ik. Ja, dat mag dan ook weer niet. Formeel mag het niet, hè? Nee. Dus alle kinderen moeten toestemming geven. Ja. Dus als ik daar een leuke foto maak en dat twitter, dan ben ik in overtreding. Formeel ben je in overtreding, ja. Tenzij er toestemming is. Ja, maar dan moet ik toevallig al die kinderen die daar toevallig op staan, allemaal gaan vragen of ze... En dat nog een keer aan die ouders. Ja, dus wat je steeds meer ziet gebeuren is dat als er evenementen zijn... Alleen maar de rug. Of je mensen schrijven zich in en er staat bij van, houdt u rekening mee dat er foto's gemaakt worden. Wilt u dat niet, moet u dat aangeven. Dus dat betekent dat je zo'n kind of iemand eruit moet filteren. Dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. En dat betekent nu ook als we nu nieuwe leden gaan krijgen, dat ze automatisch eigenlijk naar mijn ouders ook moeten gaan verklaren dat wij het goed vinden dat hun kind ook hier op een foto komt. En als ze het dan inderdaad niet willen, dan zullen we echt op moeten gaan letten. Ja. Op groepsfoto's moeten de gezichten dan geblurd worden. Ja. Ja, ja. Ja, dus ik heb een hele hoop gedoe op je af. En aan de ene kant is dat natuurlijk begrijpelijk. Want er zijn natuurlijk kwetsbare dingen gebeurd de laatste jaren. Je zegt dat had toch wel beter geregeld kunnen worden. Dus dat ook verenigingen, toch 1000 leden, is ook niet niks. Ja. Dat je daar wat scherper op nadenkt. Kan ik me goed voorstellen. Ja. Dat je als je dat moet doen, denkt van... Maar betekent ook, als je in een vereniging bent met maar 50 leden... Ja. Uiteindelijk is het aantal leden
is niet belangrijk voor het werk. Het is nee. het werk aan zich, zeg maar. Wat, bij welke stap zijn jullie nu van de 15? Het loopt een beetje door elkaar allemaal. Want de een heeft te maken met de registratie van de data. De ander heeft te maken met de privacy. De volgende heeft weer te maken met de binding met externe partijen. Dus ja, het loopt allemaal een beetje door elkaar. En uiteindelijk, als je die 15 stappen hebt doorlopen, dan kan je bij deze organisatie je AVG bewijs aanvragen. Wat je dan kan overleggen aan de autoriteit personenregistratie. Zullen we dan Thijs Kemmeren vragen of hij dit ook wil veranderen? En overstappen naar onze column in de rubriek. Wat willen wij veranderen in Goorlen? Zonder muzikaal intermezzo? Zonder muzikaal intermezzo. Dan pak je de microfoon erbij. Dank je wel. En staat hier een foto op dit scherm? En hebben we daar toestemming voor? Hebben wij jullie gevraagd of jullie in beeld wilden komen? Ja, hè? Dat wisten we. Zeg maar, mag al, ja. Dat we hebben de aanname gedaan. Ja, zie je. Zal ik beginnen? Graag. Dementievriendelijk. Wat is dat nou toch weer? Goorlen heeft, net zoals veel andere gemeenten in de omgeving, de status gekregen van een dementievriendelijk dorp. Onze wethouder Mario Immink is daar trots op. Ze omarmt 350 min of meer demente Goorlenaren. Het doel van dementievriendelijkheid is dat de ziekte, want dat is het, uit de taboesfeer komt. Noord-Brabant moet in 2020 zelfs geheel dementievriendelijk zijn. Ik heb zelf altijd een ongemakkelijk gevoel bij dat begrip, dementievriendelijk. Maar dat komt natuurlijk door die taboesfeer die in mijn hoofd zit. Ik heb er niks mee, zal ik maar zeggen. Je bent toch ook niet TBC, diabetes, kanker of obesitasvriendelijk? Mijn gevoel zegt dat je vervelende ziektes met alle mogelijke middelen juist moet bestrijden. Bovendien ben ik niet zo van een hoog knuffelgehalte met al die ziektes. Onze bekendste neuropsycholoog Erik Scherder, die maakte samen met Dick Swaap, Wij zijn ons brein, en Henk-Jan Honing, hoogleraar muziekcognitie, een theaterprogramma, Miracles of Music. De kern van het programma van de drie professoren is dat actief bezig zijn met cultuur, in het bijzonder met muziek, ons brein stimuleert, dat hierdoor verbindingen in onze hersenen, gelegen tussen de voorste hersenkwab en de dieperliggende gedeelte, geactiveerd worden. Naast allerlei andere gunstige effecten voor ons welzijn, voorkomt en bestrijdt cultureel actief zijn dementie. Sterker nog, ons geheugen verbetert. Erik Scherder is ook bekend van zijn boek Laat je hersenen niet zitten, naar de relatie tussen bewegen en het functioneren van het brein. Uit dit onderzoek blijkt dat sport en bewegen hersenontwikkeling stimuleert. Het goede nieuws uit het onderzoek is bovendien dat bij ouderen, waaronder dementerende, hersenen sterk gestimuleerd en dat verdwenen verbindingen in ons brein opnieuw geactiveerd worden. Een voorbeeld is het fantastische project Sporting Memories in Engeland, dat via sport het geheugen traint en eenzaamheid bestrijdt. Terug naar Goorlen en naar onze politici, op dit moment druk met het schrijven van een coalitieakkoord. Een werkgroep, geïnitieerd door Renate van Dommelen, constateerde al eerder dat Goorlen geen cultuurbeleid en al helemaal niet voor ouderen kent. En hetzelfde geldt voor sportbeleid. Een uitzondering vormt het cultuur- en ook sportbeleid voor onze basisschoolleerlingen. Chapeau hiervoor. Natuurlijk gebeurt er wel het een en het ander, maar van een goed doordacht en uitgevoerd beleid is geen enkele sprake. Sport en cultuur worden door menig politieke partij nog te veel gezien als linkse hobby's, in plaats van als belangrijke sectoren waarin je moet investeren om de leefbaarheid, en dat is toch de kern van gemeentepolitiek, van onze vergrijzende gemeente te vergroten. Een sport-, beweeg- en cultuurbeleid in het coalitieakkoord begint met het goed nadenken over de rol en de betekenis die beide sectoren kunnen hebben voor Goorlen. En dat is veel meer dan verenigingsondersteuning. Cultuur en sport werken collectief en preventief. De uitkomst zou zomaar kunnen zijn dat Goorlen voorop gaat lopen met een dementie-onvriendelijk beleid en dat Mario Immink naast de titel van een gouden sociale gemeente ook die van een gouden sport en een gouden culturele gemeente in ontvangst kan nemen. En daar zal de Goorlense gemeenschap dan heel trots op zijn. Sarcasme, cynisme. Vind je? Ja, vind ik wel. Nee, dus, een aanmoediging. Een aanmoediging, oh corona, ja. Aanmoediging. Een aanmoediging om ervoor te zorgen dat er eindelijk eens een keer een echt sport- en beweegbeleid en ook een cultuurbeleid hier in Goorlen gemaakt wordt.
we moeten ons wat dat betreft, vind ik, hè, we zitten dicht in de buurt van Tilburg. En ik weet heel goed wat daar gebeurt, omdat ik niet toevallig daar in een aantal organisaties zit. En die doen dat fantastisch. Echt geweldig. Als je ziet hoeveel mensen daar met cultuur en sport, beleid, hè, op gemeentelijk niveau bezig zijn. Nou, dat is fantastisch in Tilburg. En wij zitten hier in Goorlijk Calimero te spelen. En dat begrijp ik echt niet. Dat gebeurt hier niet, als ik je goed begrepen heb. Nee. En je ziet het ook nog niet zo gauw komen. Ik hoop natuurlijk wel dat het komt. Ja, je hoopt, maar... Maar het is meer hopen dan dat het ook echt op de agenda staat van onze politieke partijen. Want daar hoor ik nooit iets van. Als het niet eens op de agenda staat, hoe moet het dan komen? Kun je één concreet ding noemen wat je zegt, dat zou er echt in moeten? Nou, echt erin zou moeten, zou je bijvoorbeeld dat je ervoor moet gaan zorgen dat er hier een bewegingsactieve omgeving gecreëerd wordt. In Goorle, hè? Dus je... Ik ken een mooi voorbeeld. En ik ben toevallig pas daar geweest. En ook met die wethouder hier in Goorle geweest. Bij Mario Immink. Is dat Noordwijk, een gemeente van 26.000 inwoners, de belangrijkste sportprijs van Europa heeft gekregen. Ze zijn uitgeroepen tot sportgemeente van Europa. Hè? En die hebben het dus voor elkaar gekregen om sport heel dominant te laten zijn in het hele beleid van die gemeente. En dat is echt een geweldige prestatie. Maar dan moet je wel mensen hebben in de politiek die zich daar druk over maken. En ik zei toen straks al in het begin. Ja, wat je ziet is dat die jongeren te weinig bewegen. En we kunnen daar een beetje lacherig om doen. Maar dat is niet verstandig, denk ik. Dat heeft echt vervelende consequenties uiteindelijk. Ja. Dus het is geen cynisme, maar het is eigenlijk meer een aanmoedigingscolumn, zou ik zeggen. Althans, zo is die bedoeld. Zullen we dan een muziekje draaien waar jongeren op bewegen? Goed zo. Denk ik. Zumba. Queen weer? Queen. Yeah, don't stop me now. Komt-ie. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Don't stop me now.
Ja, we zijn er weer in. We gaan verder met Maarten Hartsema over 50 jaar Amnesty International. In Goorle, of sowieso 50 jaar? Goorle is in 2013 bestond de groep 30 jaar. 30 jaar? Ja, dat is een schrijversgroep. Zo, mm-hmm. Zo is het in Goorle begonnen. Dus dat is... waarom is er... Oh, Amnesty International bestaat 50 jaar. Amnesty International bestaat 50 jaar. Dat bestaat 50 jaar. Ja. En van die 50 jaar heeft Goorle ook wel een flink gedeelte geparticipeerd. Ja, ja. Ja. En dat is hoofdzakelijk in de beginjaren om het schrijven geweest. Dat was een grote groep die brieven schreven aan de regeringen om de misstanden aan de kaak te stellen. Hoe is dat zo begonnen? Het is begonnen met Peter Beneson. Overigens een pad is daarna genoemd in Goorle. En Peter Beneson was een Engelse advocaat die zich bijzonder druk maakte over het vastzetten van twee Portugese studenten in 1960 al. Dus het initiatief ligt eigenlijk al veel verder weg. En dat waren studenten die proosten op de vrijheid. En die hebben daar toen een gevangenisstraf van, ik meen 7. En in andere stukken lees ik 17 jaar, maar laten we zeggen, een gevangenisstraf van 7 jaar voor gehad, omdat ze proosten op de vrijheid. En dat mocht niet. Dat mocht niet. De andere revolutie moest nog komen natuurlijk, maar hij is een jaar later is hij daar stukken over gaan schrijven. En dat is zo langzamerhand is dat een grotere groep geworden. En ik meen 61 of 62 is hij het al Amnesty International gaan noemen. Maar de echte officiële oprichting is van 50 jaar geleden. Van 50 jaar geleden. Ja. Ja. Die Peter Beneson. Ja, die heeft een straat in Goorle. Is een zijstraat van de Van Asterstraat? Het loopt vanaf de Muldersweg, geloof ik, tussen die vijvers door, helemaal in noordelijke richting. Een fietspad in feite. Ja, ja, die vijvers met die bergingszakken. Bergingszakken die even boven het water komen. Wat maar niet anders kan. Dat kan niet anders, dat is allemaal gas wat erin zit. Ja. Dat wordt in Goorle ook wel de Nijlpaarden. De Nijlpaarden. Ja. Maar goed, die ligt aan de oorsprong van Amnesty International. En in Goorle is dat vrij snel ook opgepikt. En toen, wie is daar de initiatiefnemer van die schrijversgroep geweest? Ben jij dat soms? Nee, helemaal niet. Toen woonde ik nog echt elders in het land. En ik ben hier pas veel later bij betrokken geraakt. En ik schrijf zelf niet. Ik coördineer de collecte. Want u moet weten dat om al die activiteiten te ontplooien, veel geld nodig is. Amnesty International, die schakelt advocaten in waar dat nuttig en nodig is. En die moeten wel betaald worden. En dan zijn dat lokale advocaten in het land waar mensen bijvoorbeeld onterecht vastzitten. Ja, dat wordt nog steeds gedaan, brieven met de hand schrijven. In een envelop, een postzegel erop. Ja, het is deels nog echt analoog. Analoog werk, maar voor spoedacties werkt men echt digitaal. Dan wordt aan de leden een misstand aangekaart voor iemand die... recent was dat de voorzitter van Amnesty in Turkije die vastzat. Ja, en dan wordt dat rondgestuurd en dan wordt er massaal via internet op gereageerd. Ja. En dat wordt... privacy komt er ook weer om de hoek kijken. Iedere keer nog weer even geverifieerd of jij wel degene bent die de digitale berichten verstuurt en ondersteunt. Er zijn in Nederland 255.000 leden op dit moment lid van Amnesty Nederland. En wereldwijd van Amnesty International 7 miljoen leden. Verdeeld over ongeveer 150 landen. Ja. Ja. En als we dat vergelijken met 10, 20 jaar geleden? Even op Nederland toegespitst? Meer, minder? Het aantal leden neemt toe, ja.
Want ik heb hier nog een stuk uit 2013 en daar wordt nog gesproken in Nederland over 240.000 leden. Dus dat neemt toe. Amnesty heeft leden, maar leeft natuurlijk ook van legaten, donoren enzovoort. In hun huisregels hebben ze staan dat van het opgehaalde geld maximaal 25% besteed mag worden aan de organisatie om alles op de been te houden. Dus van ledenadministratie tot... En dat, daar hebben ze zich alle jaren keurig aan kunnen houden. En hier in Goorne? Hoe staat het daarmee? We zien nu jouw gezicht, maar... Als ik naar het ledenaantal kijk, enthousiasme... Nou, wij hebben hier... praten niet over ledenaantallen. We hebben schrijvers. En misschien zijn een deel daarvan niet eens lid, dat weet ik niet. We hebben geen afdeling hier. In andere plaatsen hebben ze een afdeling. Dus ik heb ook geen ledenadministratie. Ik heb wel een administratie van collectanten. En dat maakt wel zorgen, want het aantal collectanten is drastisch aan het vergrijzen. En er is weinig jonge instroom. We hebben er collectanten bij die in de 80 zijn. Ah, ja. En die gaan nog braaf langs de deur. En dat is knap, vind ik. Een week of 4 geleden, herinner ik me goed. Ja, we zijn gelukkig wat in het jaar naar achteren geschoven. Iets mooier weer is. Ja. Maar het voorjaar, en dat is nu dan maart, medio maart tegenwoordig. Vroeger was het februari, een paar jaar geleden. Nou, dat is erg koud. En de collecteperiode is dan ook heel erg kort, want het is niet zo lang licht. En om 8 uur moet je echt niet meer langs de deur gaan dan. In maart is dat wat gunstiger. Maar we kunnen heel veel collectanten nog gebruiken, want er zijn heel veel gebieden, witte gebieden, die we in Goorlen niet bestrijken. Ander belangrijk aspect van het brieven schrijven, de mensen die dan analoog schrijven, dat is de landelijke 24-uursmarathon, maar dat is eigenlijk wereldwijd. 10 december, de oprichting van de Verenigde Naties, dat is ook de dag dat men een 24-uursmarathon houdt om allerlei zaken als een soort massa aan te schrijven over het onrecht wat daaraan gedaan wordt. En daar zijn regeringen toch wel gevoelig voor. Maar bij dit soort acties reageren jullie dan op de actualiteit? Of hebben jullie een soort plan van dingen die echt het komende jaar aangepakt moeten worden? Omdat dat een continu probleem met mensenrechten is? Dat beleid van Amnesty landelijk, dat weet ik niet exact. Wat ik wel weet is de specifieke acties waar men een digitale mailing op doet. Van dat en dat speelt, ben je het ermee eens? We hebben een petitie opgesteld. En als je het ermee eens bent, dan onderteken je dat. Mm-hmm. Op die wijze wordt het tegenwoordig digitaal gedaan. En dat gebeurt een paar keer per maand. En die worden wel door Amnesty Nederland geselecteerd. Nee, om een voorbeeld te noemen, mij valt op dat er heel regelmatig aandacht aan de doodstraf in China wordt besteed. Überhaupt aan het probleem van de doodstraf wereldwijd. Maar ik denk dat het het grootste is in China. Ja. Dus dan denk je, dat lijkt mij een bewuste keuze om daar langjarig aandacht aan te besteden. En komt dat dan soms ook lokaal op die manier binnen? Dat komt, maar met specifieke gevallen. Dan wordt er dus een specifiek geval uitgehaald. Waar is persoon voor veroordeeld? Wat is rechtens niet gebeurd? Waar is men... Op grond van wat dan ook zo iemand gaan veroordelen. En dat wordt dan aangekaart. Is dat ook een basis voor jullie activiteiten, het internationaal recht? En dat dat geschonden wordt? De basis voor Amnesty International is de universele verklaring van de rechten van de mens. En dat zijn een 30-tal regels waar men zich op baseert. Maar worden die dan allemaal benoemd? Ik ben wel eens in het buitenland geweest. Eén ding dat mij opvalt is het recht op onderwijs. Wordt consequent in heel veel landen geschonden. Ja. Terwijl dat een universeel recht is. En toch zie ik daar weinig aandacht voor. Maar voor de doodstraf, wat ik overigens heel terecht vind. Hoor. Dus zo bedoel ik het niet. Maar dus dat toch op de een of andere manier ook in de genen van een organisatie sommige rechten belangrijker worden omdat je die beter
qua organisatie kunt aanpakken? Nou, de onderbouwing van die beleidskeuzes, ja, die ken ik niet. Want ik zit niet in het landelijk bestuur. Dus ik weet niet hoe ze daar toegekomen zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je continu alle 30 regels aankaart. Dan vindt er verdunning plaats. Als je een homeopaat bent, is dat geen probleem. Maar nee, voor de rest van de mensheid is dat wel een probleem. Ja, ja. Je helemaal niks meer bereikt. Nee. Je hebt natuurlijk speerpunten. Je hebt speerpunten, ja. Ja. Maar worden die dan ook gekozen met het oog op dat spreekt onze leden aan? Daar kregen we ze voor inderdaad in actie? Ieder land kan zijn eigen speerpunten kiezen. Hè? Het is niet zo dat Nederland exact dezelfde speerpunten kiest als Engeland, om een voorbeeld te noemen. En wat is de eerste actie die we mogen verwachten na dit gesprek? Landelijk? Nou, waar jullie in gehoorde druk om gaan maken. Nou, ik maak me persoonlijk alleen maar druk om op de opbrengsten van de collecte. En ik heb wel natuurlijk dat ik belangstelling heb voor andere zaken. Maar ik ben geen schrijver. En de schrijvers die krijgen adressen aangeleverd waarin toegelicht wordt wat er aan de hand is. En die schrijven dan betrokkenen aan. En uit ervaring weten we dat van alle aangeschreven situaties een derde succesvol is. Ja, dat wordt gezegd. Zeg, is er een groot verschil tussen een brief schrijven en het ondertekenen van een petitie? Dat is moeilijk te zeggen, denk ik. Ik denk dat je daar die vraag eigenlijk in het land waar het aankomt zou moeten stellen. Ik kan daar niet over oordelen. Ja, wat zou meer impact hebben? Zo een hele stapel brieven, analoge fysieke brieven of een lijst met, daar hebben zoveel mensen een digitale handtekening gezet. Het pure getal. Ja, nou, ik persoonlijk denk dat analoog wat meer aanslaat, wat meer betekent. Maar de briefschrijvers die hebben zelf meer en meer de neiging om te zeggen, ik doe het liever digitaal. Het is veel werk. Het is heel veel werk. Overigens is het wel zo dat de personen die het aangaat, die stellen het wel zeer op prijs. Omdat ze merken dat er aandacht is voor hun zaak. Ja. En aandacht is voor elk mens belangrijk. Natuurlijk, ja. Ja. En als er heel veel zijn, dan maakt het misschien ook wel... Dat maakt absoluut indruk. Ja, dat maakt absoluut indruk. Ja. Ja. Het is niet iets wat ze zomaar weg kunnen moffelen. Ja. Dus en die zijn... Dat pleit eigenlijk nog wel voor die verschrikkelijke regimes, niet? Want je zou zeggen, die moeten toch zo door en door cynisch zijn. Dus ze trekken zich daar werkelijk. Ze zullen zich daar niets van aantrekken. Ja, maar je wordt toch een beetje te kijk gezet. Het is een soort schandpaal toch wel. Ja. Maar ja. Ik denk dat ook dat soort regimes, hoe vervelend ze ook zijn, daar gevoelig voor zijn. Toch wel. Ik denk het toch wel. Nou. Ja. Maar ja, wij zijn weer gevoelig voor de klok. Helaas, want om 8:00 worden wij van de zender afgegooid. Dank Thijs Kemmeren. Dank Geert-Jan Gussen. Dank Maarten Hartsema. Dank aan onszelf. Volgende week weer een nieuwe uitzending van Goorse Kringen op de Oude Koninginnedag. Het is maar dat u het nog weet.